We beginnen bij de Camper Gallery, want daar halen we onze camper op. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Je komt de camper ophalen. Ja, klopt. Nou, helemaal goed. Ik heb hier de sleutels. Helemaal mooi. Ik heb de camper nog een windcheck gegeven. Dus ik heb olie, koelvloeistof, ruitsprui gecontroleerd. Kijk. Dus kunt u veilig op pad. Nou, mooi. Gaan we lekker mee windsport. Nou, leuk. Veel plezier. Jo, dankjewel. Hey, fijne vakantie. Jo, groetjes. Hoi, hoi. Nou, vanavond vertrek ik dus met de familie naar Winterberg. En Winterberg staat bekend om de prachtige natuur en haar wintersportgebied. Maar zij gaan kamperen in de sneeuw en ik heb dat echt nog nooit gedaan. Dus ik heb geen idee wat ik ervan moet verwachten. Maar ik vind het wel heel leuk dat ik met ze mee mag. Hey, vakantiegangers! Yay! Zijn we er klaar voor? Zeker. Hartstikke goed. Ik heb er ook hartstikke veel zin in. Nou, volgens mij zijn jullie helemaal ready to go. Ron, ik zag al de camper voor de deur staan. Ik heb er hartstikke veel zin in, maar joh, kamperen in de sneeuw. En met een camper in de sneeuw, dat is toch hartstikke koud? Nee joh, ben jij gek? Nee, echt waar. Dat valt echt mee. Dat zul je straks zien. En wat gaan we nou doen als er geen sneeuw ligt? Dat is het voordeel aan een camper. Je hebt alle vrijheid. Je kan alles meenemen wat je wilt. En als de plek niet bevalt of er ligt te weinig sneeuw, dan kunnen we gewoon wat dieper Duitsland inrijden. En hoe houden we het gewoon lekker knus en warm met z'n allen? Nou ja, in plaats van de airco, de kachel. De kachel. Oh, nou, hele camper goeie. Is voorzien van alles. Dus, ja. Ja, ik heb in ieder geval mijn warme schoenen al aan. Dikke sokken mee, dus ik denk, kan niet misgaan, toch? Nee, dat komt helemaal goed. Weet je, ik laat me gewoon helemaal verrassen. Ik heb er zin in. Jij ook? Zeker. Wij ook, hè? Let's go. Yes. Okay. Hey, wat leuk. Je hebt een spelletje meegenomen. Ja. Oh, welk spel is dat? Wie is het? Oh, leuk. Gaan we zo spelen? Ja. Ben jij misschien Joris? Volgens mij ben jij aan het vals spelen. Ik geloof er helemaal niks meer van. Dan wordt het de tweede keer dat ik heb verloren. Ja. Nou, alsjeblieft. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Goedemorgen, een nieuwe mooie dag in Winterberg. Ik heb lekker verse broodjes gehaald en jus voor het ontbijt. Maar ik moet eerst even Timo bellen, want we zijn de sneeuwkettingen vergeten. Dus ik ga het gelijk maar even doen, want ik weet de maat ook niet. Goeiedag, ik spreek met Timo van de Camper Gallery. Goedemorgen, Soraya, lekker op vakantie. Ja, joh, je gelooft het nooit. Lekker op vakantie, niet helemaal, want we zijn de sneeuwkettingen vergeten. Ik kan even voor je nakijken wat de bandenmaat is. Als je één momentje hebt. Super, even wachten. De bandenmaat van de camper voor jullie is 255 70 15. Oh, super. Nou, ga ik die even ophalen. Top, dankjewel. Ja, komt goed. Oh, wat een service. Lekker. Nou, weer even terug dan, hè? Gelukkig maar, want die sneeuwkettingen, die zou je zomaar eens nodig kunnen hebben. Winterberg wordt ook wel het dak van Sauerland genoemd. Met tientallen skipistes en jaarlijks 3 maanden sneeuwzekerheid is het een wintersportparadijs op goed bereisbare afstand. Ideaal dus voor een korte vakantie, een weekendje of zelfs een dagje weg. Joehoe! Oh, kijk. Nou, het is gelukt, de sneeuwkettingen mee. En lekkere broodjes en een jus. Ja, dank je. En hoe heb jij geslapen, Sven, hierboven? Heerlijk, ja. Ja, was het een beetje te doen? Zeker. En vond je dat niet gek dat het zo naar beneden kwam? Ja, het was wel heel gek, alleen je kon wel heel lekker liggen. Oh, nou daar gaat het om. Ook handig met die stoelen, hè? Dat je zo om kan draaien. Het zit heel lekker ook gewoon. En wat een ruimte ook, dat is me echt zo meegevallen. Ja, en van alle gemakken voorzien, hè? Toilet, douche, gewoon een tweepersoons vast bed. En hoe doen jullie dat normaal gesproken dan? Huren jullie skis? Of? Nee, we hebben eigen skis. We hebben allemaal onze eigen skis. En die passen gewoon achter in de garage. Als ze nat zijn, als ze nog gaat lekken, dan loopt het zo uit de garage, uit het afvoerputje. Ja, nou lekker eten, want we hebben een leuke dag voor de planning. Nou jongens, ik heb een verrassing. We kunnen natuurlijk gaan skiën. We kunnen gaan rodelen, maar we kunnen ook gaan sleeën! Ja! Go, go, go! Woe! Ja, het is echt superleuk. Oh, oh shit. Hij raakt een paal. Hé jongens, lekker gedaan!
gedaan. Hey, top man. Jeetje, jullie gingen als een speer. Nou, vooral jij, Marianne. Echt, maar Sven, wat gebeurde er nou? Ja, ik ging een beetje te snel daar. En toen, ik kon niet sturen, dus ik draaide mezelf per ongeluk om. Ja, ik weet niet waar Sven nou ineens. Nou, we hebben je gevonden. Hé, hey, maar top gedaan allemaal. Maar hierdoor denk ik toch wel echt dat ik oversla. Zullen wij die mannen lekker achterlaten en samen naar de sauna? Hé hey, jongens, veel plezier nog, hè? Hallo. Waarom is je ook wel met slagroom? Ja. Alsjeblieft. Nou jongens, wat een lekkere afsluiting van een paar hele leuke dagen. Wat was jouw hoogtepunt? Ja, ik vond het beeldglijden toch wel het leukst. Wij hebben echt super genoten in de sauna. Zo, ik vond het dat had ik echt nodig. Dat was lekker. Nou, ik moet zeggen, het is me zo positief bevallen. Dat kamperen in de sneeuw en de mogelijkheden, echt super. Maar hoe hebben jullie dat eigenlijk ooit zo bedacht? De camper kenden wij al, want wij gingen al vaker met camper op vakantie, alleen nooit op wintersport. En daar, wij hadden zelf ook een idee van dat kan niet. Maar ja, vrienden die attendeerden ons erop en die zeiden, joh, gewoon doen. Laten we daar lekker op proosten. Ja. En op veilig weer naar huis. Maar de volgende keer ga je gewoon weer mee. Nou, lijkt me super gezellig. Top. Laten we nog even genieten van de laatste momenten. Lekker.